Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia, een radio met goed nieuws, nieuws met eeuwigheidswaarde. We zijn bezig met de studie over de gaven van de Heilige Geest. We zijn bij deel 7 gekomen en dat gaat om de gaven van geloof. Opnieuw is het een voorrecht om met elkaar deze studie over de gaven van de Heilige Geest te kunnen volgen. Ik geloof dat de Heer in deze tijd ons rijkelijk zal zegenen, wanneer dit is de laatste gelegenheid zo vlak voor de wederkomst van onze hemelse vorst. Overal in de wereld zijn mensen bezig om belangstelling te tonen voor de Heilige Geest en de werking van de Geest. Daarvoor moeten wij kracht vanuit de hoogte ontvangen om de volle glorie van Jezus te kunnen demonstreren. Hij wil zijn lichaam gereed maken voor zijn komst. Wij beginnen met de eerste van de drie krachtgaven, namelijk de gaven van geloof. Er zijn drie krachtgaven. 1. De gaven van geloof. 2. De gaven van werking van krachten, schuine streep wonderwerken. En 3. De gaven van genezing. Schuine streep, gezondmaking. We lezen opnieuw 1 Korinthe 12 vers 9. Aan de een door geloof dezelfde geest en aan de ander gave van genezing door die ene geest. Dus aan de een geloof door dezelfde geest. Hier zien wij de gaven van geloof. Opnieuw wil ik u erop wijzen dat dit hier ook gaat om een bovennatuurlijke gave. Precies zoals de andere gaven. Komt deze gave van geloof in werking wanneer jij op het bevel van de Heer Jezus en zijn opdracht zal gaan uitvoeren. Dit is erg belangrijk. Nu moet ik niet denken dat ik nu op zoek moet gaan naar de gave van geloof. Mensen maken daarmee een grote fout om te zeggen: iemand zal zeggen, de Heere heeft aan mij deze gave gegeven. Ik denk niet dat het zo werkt. Ik geloof niet dat mensen kunnen zeggen, ik heb deze gave of ik heb deze gave dus niet. De Heer Jezus geeft aan jou die gaven op het juiste moment als je die nodig hebt. Men kan zelf niet zomaar een gave uitkiezen en deze dan gaan gebruiken. De Heer Jezus geeft die gave zelf. 1. Om voor hem te werken, 2. Om te kunnen getuigen en 3. Om verslaafde mensen vrij te maken. Daarom heeft de Heer Jezus gezegd, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. De Heer geeft zijn gaven niet aan mensen die stil blijven zitten, integendeel. Wij moeten de aanval inzetten op Satans gebied. In de naam van Jezus onze Heer, dan geeft onze gezalfde koning ons de juiste middelen, dat wil zeggen de gaven. Ik zal u nu het verschil laten zien tussen het algemeen geloof en de gaven van geloof. We moeten hier een groot verschil maken tussen deze twee gaven. We moeten allemaal een algemeen geloof bezitten om iets van God voor jezelf toe te eisen. Dit moet in ieder bezitten. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Op een andere plaats zegt de Bijbel, alles wat niet uit geloof is, is zonde. Maar de gave van geloof is iets anders. Dit is een van de gaven van de Heilige Geest. Daar moeten wij ons steeds van bewust zijn dat dit samengaat met de doop in de Heilige Geest. Wanneer ik deze gave nodig heb, dan pas zal ik die krijgen. Ik zal u een paar voorbeelden geven en illustraties en voorbeelden uit de Bijbel. Als ook uit mijn eigen ervaring, waarvan ik kan getuigen. Ik weet dat het zo werkt. Een van de belangrijkste en wonderlijkste aspecten van deze gave is wel dat je weet dat als je het dringend nodig hebt, je er ook in de rust zal zijn om je werk goed te kunnen doen. Je hoeft je nooit zorgen te maken. De Heer zal altijd ingrijpen. Een mooi voorbeeld vinden wij in het verhaal van de boottocht in een storm. De discipelen waren in paniek, maar de Heer Jezus niet. Hij heeft niets te maken met het optimisme,
want het is een gave van de Heilige Geest. Het is één van de drie krachtgavens samen met de gave van genezing en werken van kracht. Let op, geloof is essentieel in alles. Wij kijken naar Efeze 2 vers 8. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gaven van God. Dit is een bijzondere mooie tekst die we nooit moeten vergeten als je met mensen in dit deelt in geloofzaken. Want uit genade zijn wij gered en door het geloof en niet uit onszelf. Vers 9 zegt, niet uit werken, omdat niemand roemen. Zelfs het geloof die jij gekregen hebt om Jezus' naam aan te nemen, zelfs dit werk is het werk van Jezus zelf. Ook hier kunnen wij niet roemen, maar dit is nog niet de gaven van geloof. We lezen daarom Hebreeën 11, vers 1 tot 6. En let op vers 6. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en bewijs der dingen die men niet ziet. Want door het geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof heeft Abel Goden een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gave, en hierdoor spreekt hij nog steeds nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag en hij werd niet meer gevonden. Want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Goden welgevallig was geweest. Maar zonder geloof, let op, is het onmogelijk hen welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Dit hoofdstuk gaat over geloof. Daarom zegt vers 6, want nogmaals, wie tot God komt, comma, moet geloven, comma, dat hij bestaat en een beloner is wie hem ernstig zoeken. Wij hebben geloof nodig om de Heer te behagen. Maar het is geen gave van geloof die in combinatie werkt met de andere gaven. De gave van geloof ontvangt men op het moment dat je dat dringend nodig hebt. Dit is een gave die niet kan worden vereist. Daarom moet je dicht bij de Heer leven. Met andere woorden, in nauw contact met God. Want dit is een krachtgave. Dit is het type geloof waarvan de Heer spreekt over om de berg te kunnen verzetten. Deze gave van geloof is het geloof dat Daniël demonstreerde tijdens zijn arbeidszaam leven voor God. U kent vast wel Daniëls optreden met de leeuwenkuil en de brandende oven enzovoorts. Deze gaven hebben wij nodig in de frontlijn en vuurlijn van Satan. Dit is niet zomaar een geloof. Dit is een speciaal geloof. Dit is een prachtig geloof. Laat dit afwisselend zijn met een paar lieflijke voorbeelden. We kijken naar Elia op de berg Karmel. En ook waar hij bezig was om Ahab over de droogte te praten. In 1 Koningen 17 vers 14. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop de Heer regen op de aardbodem zal geven. Hier had de profeet geen bijzondere inspanning nodig, vers 16. Daarop ging zij heen en deed zoals Elia gezegd had. Een tijd lang at zij evenveel als hij en ging naar huis. Als wij naar het leven van Elia kijken, dan geeft dit voor ons een goed beeld hoe hij met de gaven van geloof omging. Hij leefde dicht bij de Heer. Daarom kon hij zo'n krachtig optreden. Lees voor jezelf het gehele hoofdstuk om een goed beeld te krijgen. We lezen 1 Koningen 18 vers 36 tot 38. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zei de Heere God van Abraham, Isaac en Jacob. Heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël
en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk weten dat gij Heer God zijt en dat gij hun hart terugneigt. Toen schoot het vuur des Heeren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde en lekte het water in de groeven op. Prijs de Heere, dit is zo belangrijk om te onderkennen hoe Gods geest hier door Elia aan het werk is. Men moet de omstandigheden van Elia's arbeid in die tijd kennen om deze situatie in je eigen geest te kunnen aanvoelen. Deze voorstelling van zaken is voor ons van groot belang om ook zo te kunnen optreden als deze profeet. Tussen haakjes die ook wel fouten maken. Op het ene moment krachtig in de Heere en op het andere moment zit hij diep in de put. Dit verhaal is ook overbekend. Maar bedenk steeds bij het lezen van de Bijbel dat er meer diepere lagen in een tekst verstopt kunnen zitten. Bedenk ook steeds dat wij in onze dagen ook zulke dingen voor de Heere moeten doen. Ook deze tijd is boos en satanisch. Dit wordt steeds onderschat. Wij leven in de allerlaatste fase vlak voor de wederkomst van Israëls koning. Wij mensen zijn van onszelf zwak en onbekwaam om Gods werk en bevelen uit te voeren. Vandaar de drie krachtgaven. Een ander belangrijk voorbeeld, dat lezen we in Marcus, hoofdstuk 11, vers 22 en 24. Maar we beginnen bij vers 21. En Jezus antwoordde en zei tot hem, heb geloof in God, voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, heft u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet van twijfelen, maar geloven dat hij hetgeen zegt geschiedt, zal hem geschieden. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. En we gaan kijken. En Petrus herinnerde zich en zei dat hem, Rabbi, die vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. Zij waren zo verbaasd, want Jezus had hen bestraft en gezegd, daar zal niemand meer een vrucht eten tot in de eeuwigheid. Vers 22. En Jezus antwoordde zij, heb geloof in God. Dit is geen correcte vertaling. U moet staan, jullie moeten geloof van God hebben. Nog een ander belangrijk punt. In het begin van onze studie omtrent de gaven van de Heilige Geest hebben wij even stilgestaan bij de gaven bij het woord van kennis. Ik heb toen duidelijk gezegd, de Heere God is alwetend. Wanneer hij jou een gave geeft van het woord van kennis, dan geeft hij dit in een fractie van een seconde als het dringend nodig is. Vandaar dat wij als wedergeboren Israëlieten altijd met de Heilige Geest moeten wandelen om op het juiste moment goed te kunnen handelen. Zo is het ook met de gave van onderscheid van geesten. God kent alle geesten. God kent ook alle menselijke geesten. God kent ook alle demonische geesten. God weet precies wat er in de geestes der wereld toegaat. Maar voor ons geldt iets anders. Bij ons gaat het om de behoeften van het ogenblik. Als je een bepaald demon moet herkennen, of een andere geest die jij moet leren kennen, dat kan ook een menselijke geest zijn, dikwijls gaat het om fracties van seconden. Zo is het ook met de gaven van geloof. Bedenk, God bezit alle geloof. God heeft een oceaan van geloof. Zo ging het ook in Jezus' bediening. De Heilige Geest werkt bij hem tot op de seconde, of een onderdeel van de seconde. Daarom waren zijn leerlingen zo verbaasd bij de vervloeking van de vijgenboom. Gods geloof is genoeg in zo'n situatie. Daarom kon de Heere Jezus onmiddellijk optreden. Jezus sprak zelf van een geloof als een mosterdzaadje, dat wil zeggen het kleinste zaadje. Met dit geloof kan men bergen verzetten. Daarom is het een goddelijk geloof in bijzondere omstandigheden. Wij hoeven nooit krampachtig te handelen in noodsituaties. Alleen in vertrouwen omhoog kijken. Dat lezen we in Matteüs 17, vers 18 tot 20. Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hen uit.
en de knaap was genezen van dat ogenblik af. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij hem alleen waren, waarom hebben wij hem niet kunnen bedrijven of uitdrijven? Hij zei tot hen, vanwege uw klein geloof. Want voorwaar ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen, verplaats u van hier daarheen, en hij zal zich verplaatsen, en niets zal u onmogelijk zijn. Ik heb in het begin van deze studie gezegd, dat bij de doop in de Heilige Geest, dan Jan, vangt jij in de kiem alle 9 gaven van de Heilige Geest. Dit komt in actie wanneer jij uitgaat op zijn bevel, wanneer de Heer jou zendt. Voor in die momenten en situatie wanneer hij jou gewoonlijk het geloof toe-eigent die je nodig hebt. Maar hij geeft je ook de gaven van geloof. Dan zal niets je onmogelijk zijn. Elk kind van God die wedergeboren is, kent de strijd in zijn ziel met de tekst, niets zal onmogelijk zijn. Als ik stilsta bij mezelf, dat is een tekst die mij heel erg aanspreekt, is omdat ik naar de maatstaven van de geneeskunde als dialysepatiënt ongeneeslijk ziek ben. En ik geloof en ik beleid dat de Heere mij volledig zal genezen naar ziel, geest en lichaam. Want niets zal onmogelijk zijn. Een mens aanvaardt het woord van God als waarheid. Maar in bepaalde gevallen dat je geloof nodig heeft, blijf jij neutraal en doe daarom niets. Dus als je niet inspant, als je niet beleidt, je hebt niet de gave van geloof om iets te doen in zo'n geval. Men staat er gewoon niet bij stil dat niet handelen grote schade kan ontstaan als wij wel Gods hulp hadden gevraagd. Denk goed na. Streef naar deze bijzondere gave. Wat moet ik doen om voor de Heere te gaan werken? De Heere zal jou altijd op de wijze hoe jij moet handelen en welke gaven je daarbij nodig hebt. Door constant te wandelen met en door de Heilige Geest. 1 druppel van Gods oneindige goedheid in je hart uitgestort is voldoende om in extase te raken en jou te kunnen en de moed kan geven om in zijn kostbare naam op te treden. Ik geef iets door van mijn eigen ondervinding. Jij verkondigt des Heren woord. Jij spreekt tegen mensen. God maakt vandaag nog steeds gezond. God doet wonderwerken. Jij staat voor een verhoor. Ikzelf kan onmogelijk zelf Gods woord preken. Maar als ik preek en ik kom tot het punt dat ik tegen mensen zeg, nu gaan wij ons op de proef stellen, dat helpt het ons om de Heer te verkondigen als jij dit niet wil toepassen. Denk erom, er zijn veel zieken en doven of zelfs blinden of wat ook al. De Heere zal jou op dezelfde wijze zalven als de Heere die toen daar aanwezig was. De vraag die jij jezelf moet stellen is, spreek en doe wat God ons heeft opgedragen. Matthäus 10 vers 8. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet heb gij te ontvangen, geef het om niet. Wij hebben te maken met een volslagen wereld vol ongeloof. Wat doen wij daarmee? Gaan wij ondanks deze wetenschap toch Gods opdracht uitvoeren? De kerken tussen haakjes hebben het volledig laten afweten. Waar wordt in deze tijd mensen genezen door Jezus' opdracht? Elke bediener van Gods woord heeft voor belangrijke keuze gestaan om te handelend op te treden in noodsituatie. Dat kan zijn in een samenkomst of op persoonlijk vlak. Of op een vraag van iemand die in nood is. Als je dan gehoorzaam bent, zal God altijd helpen met de gaven van geloof. Ik kan daar zelf van getuigen. Het is Gods doel dat wij deze gaven krijgen om ermee te kunnen werken. Bid altijd om deze bijzondere gaven in uw bediening. Men moet altijd onverschrokken optreden, dan geschieden er wonderen die je later als getuige kunt gebruiken, zonder op andere woorden van predikers te wijzen. Deze les gaat niet om natuurlijke wonderen,
maar om bovennatuurlijke wonderen. We kijken naar een paar schriftgedeelten. Romeinen 12, vers 3. Want krachtens de genade die wij geschonken is, zeg ik aan ieder onder u, koester geen gedachten hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid naar de maten van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toegedeeld. De Heere geeft het geloof aan elk mens, want je kunt niet gered worden zonder geloof. Zo is er geloof voor veel dingen, maar dit is niet de gave van geloof. We kijken naar Jacobus, 2 vers 26. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Geloof zonder werken is dood. Wij moeten de Heeren op zijn woord geloven en in praktijk brengen. Daar zijn die gaven ook voor bedoeld. 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. Wij behoren God te alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw alle liefde jegens elkaar sterker wordt. Wij behoren God te alle tijden om u te danken. Romeinen 10 vers 7. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het geloof van Christus. Geloof komt door het gehoor. Daarvoor gebruik ik Radio Ecclesia. En ook door het woord van God. Met andere woorden, God geeft op de juiste tijd de gaven van geloof. De uitwerking van zo'n gave is dat het onmiddellijk zichtbaar wordt. Er zijn wonderlijke voorbeelden te geven in de Bijbel. Maria, zijn moeder, deed het ook tijdens de bruiloft in Kanaan. Het gebeurde zoals zij had gevraagd, in tegenspraak tot haar zoon. We kijken ook naar Hebreeën 11 vers 8 tot 20. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. Hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Daarom zijn er ook uit de man en wel uit de gestorven voortgekomen al de sterren des hemels in menigte, en gelijk het zand over de oever der zee ontelbaar is. In dat geloof zijn deze alle gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verten hebben zij dit gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet God te heten, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij, die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij, tot wie gezegd heeft, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. Vers 13. Dat geloof zijn deze gestorven zonder belofte te hebben verkregen. Slechts uit de verte hebben zij dit gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Als wij blijven bidden voor onze ongelovige kinderen en familie of omstandigheden, als je daarvoor blijft bidden in geloof, dat er een ogenblik dat jouw gebeden worden verhoord misschien pas na je gedood zal gebeuren. Want de Heer heeft aan jou de gave van geloof gegeven. En dit blijft altijd een wonderwerk, zo ook de gaven van wonderwerken. Neem Abraham als voorbeeld. 1. Aan hem werd beloofd dat hij een vader van vele naties zou worden. Zijn naam heeft dit ook in zich. En er waren mensen die hiermee hebben gespot. 2.
Neem de inname van Jericho. Hoe vielen de muren door, de gaven van geloof. Hun gejuich was het moment van het bovennatuurlijk geloof. En God gaf de stad in de handen van de Israëlieten. 3. Petrus in Handelingen 12. Zijn gevangenneming en opsluiting. En dan volgt de wonderlijke verlossing door de engelen. Lees dit verhaal eens door om vertrouwd te raken met wonderwerken door de gaven van geloof. 4. Was ook bij Paulus en zijn doorn in het vlees. Hij moest zijn kracht leren putten in zwakheid. Zijn leven was vol wonderen. Dit is voor ons een geweldig voorbeeld om na te volgen. Onderzoek Paulus' leven en doe er uw voordeel mee. 5. Ik behoef natuurlijk niet op het leven van onze gezalfde koning te wijzen. Vanaf zijn geboorte was hij alles al wonderlijk. Hij kwam als een gewoon mens, dat is tweede Adam. En hij deed precies wat de vader van hem verlangde en werd er nooit door zijn vader teleurgesteld. Zijn optreden van 3 jaar is voor ons als zijn lichaam een geweldig voorbeeld en bemoediging. 6. De Heere God werkt altijd mee. In 2 Kronieken 16 vers 9. Want des Heere ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan, wier hart volkomen naar hem uitgaat. Let op, de gaven van geloof maken het niet onmogelijk om opnieuw te twijfelen. Oh nee. Dit is een gaven voor speciale ogenblikken en gelegenheden en is bestemd voor deze kant van de hemel. Het algemene geloof is voor hier en daarna. Er kan na het ondervinden van een groot wonderwerk toch gebeuren dat er twijfel optreedt, want de gave is voor een klein ogenblik om onmiddellijk te kunnen ingrijpen. De Heere maakt mensen niet alleen door de gave van genezing, maar ook door de gave van geloof. Het gaat altijd om de eer en zijn woord. De Heere antwoordt zijn beloften. Ook hier zijn legio verhalen over te vertellen. Dan mijn laatste gedachte. De gaven van de Heilige Geest werken ook in combinatie met de andere gaven. Er zijn er immers 9. Het is net een regenboog. Het vloeit prachtig in elkaar over. Zo is het ook met de gaven van de Heilige Geest. Je kan die niet in een klein partje afsnijden of kleine gedeeltes met elkaar mixen. Er zal altijd een samenwerking zijn. Het is immers altijd de Heilige Geest die het aan ons toebedeelt. Tot slot van deze prachtige studie. In 1 Korinthe 14 vers 1 lezen wij: jaag de liefde na en streef naar de gaven des geestes, doch vooral naar het profeteren. Laten wij nu de rest van ons leven hierna jagen. Tot eer van God en tot heil van zijn uitverkoren volk Israël. Amen.